Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 12 hier in Singapore. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik erop zodat die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneren, vooral voor meer wekelijkse F123 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer de video dus online komt. Dan krijg je een melding op YouTube zelf en dan kan je er gelijk op klikken en dan bekijk je dus de video. Goed verhaal. Goed, door naar Singapore dus. Spoelen de tijd eventjes door. Kan je alvast verklappen, er is regen voorspeld aan het einde van de race. Komen een aantal updates binnen. Slaan dus de Pirelli Hot Lap over. Doen wij dus niet. Stoer. Kunnen we nog even kijken wat we kunnen doen met betrekking tot updates. Kunnen helaas geen faciliteiten kopen. Hebben daar te weinig geld voor. En pakken er eentje van de betrouwbaarheid. Dus alles even nagelopen. Dat zijn de updates die eraan zitten te komen voor de rest van het seizoen. Nu is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 12 hier in Singapore. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij ook ons goed kunnen kwalificeren op dit stratencircuit. Ben ook benieuwd waar Richard Verschoor zometeen zal gaan eindigen. Klein beetje te wijd bij de ene laatste bocht, geen probleem. En nu start dus onze eerste run. In Q1 missen daar compleet de eerste bocht en moeten hier de ontwijkingsroute nemen. Bijna die muur aangetikt, weten hem nog heel huid te houden. Dat was een verraderlijke curbstone. En is het op naar start-finish en dan laten wij een 1.42.7 noteren. Goed voor een P9 tot nu toe. Dan waren we beland bij het einde van Q1. En kijken of wij ons kunnen gaan verbeteren. Staan op de laatste positie. Achter Richard Verschoor dus. DRS dus geopend. Iedereen is nu bezig met zijn outlap. Groene vlag wordt gezwaaid. Er was daar iets gebeurd. Maar nu dus niet meer. We hebben daar helaas Esteban Ocon een beetje in de weg rijden. Die moet zo snel mogelijk aan de kant. Dat is gelukt. Dan hebben we daar nog iemand rijden, Bottas. En die tikken we daar helaas aan. Run is helemaal weggegooid door een foutje van mezelf en Bottas. Dus we staan en blijven op de laatste positie in de kwalificatie met schade aan de voorvleugel. Leclerc dus snelst in Q1. Perez daar maar 99.000ste langzamer op P2. En wij dus op een P22. Dan is het op naar de race en kijken wat dat dan gaat worden. Er is regen voorspeld. Er kan wat chaos ontstaan door die regen. Maar eerst de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 12. It's the Singapore Grand Prix, where Sebastian Vettel has the most wins here, with 5. Interessant. Who will be lifting the trophy today, here at the Marina Bay Circuit? It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. And starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Sainz, Perez, Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Stroll, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, Albon, De Vries, Oscar Piastri, Sargeant, Richard Verschoor, Bottas, and the Professor. Which of these talented drivers will come out on top today? A
warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze wedstrijd. Hopen dat dat gaat lukken met die regenopkomst. We moeten dus punten pakken volgens de engineer. Race-strategie is gewoon medium zacht volgens mij. Neem in wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. Je weet maar nooit waar het voor nodig is. Sorry, medium soft. Net andersom. Medium soft is de strategie. Ik dacht soft medium. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de formatieronde. Kijken wat we kunnen gaan doen in deze grote prijs. We vertrekken dus vanaf de laatste positie op de grid. Komen prima weg overigens. Nou, heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. Score dus op P21. Wij dus op P22. Sorry, score op P20. Excuses. En dan komen we aan bij de startposities. En we komen prima in onze positie terecht. Uitstekend in onze positie terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 12 hier in Singapore. Wij vertrekken dus op de laatste positie in de grote prijs. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Sargeant is heel slecht weg. Wij al gelijk aan de buitenkant kijken bij Verschoor. Dat lukt. Ook bij Bottas hier misschien aan de buitenkant kijken. Jazeker. De Vries daar aangetikt op de achterkant. Pakken hem hier wel mooi buitenom. Zijn dus door naar P17. Vier plekken gewonnen. Aan de binnenkant proberen bij Albon. Lukt niet. Piastri heeft het hier lastig. En wij zijn Piastri dus voorbij. Hopen nu ook Alexander Albon te passeren voor P15. Hier aan de binnenkant kijken. Jazeker, dat lukt. En nu is het op naar Nico Hulkenberg. Aan de binnenkant licht aangetikt, klein beetje aangetikt. P14 is dus van ons. Een uitstekende start hier in Singapore. Nu dus volhouden. Ronde nummer 1 nog steeds. In ronde nummer 2. Als we daar licht de muur hebben aangetikt en Hulkenberg zit al terug aan te vallen bij ons voor die positie. Zit aan de binnenkant en is er voorbij. Wij hebben die eerste bocht. Laten gelukkig ruimte over voor Nico. En hij dus weer terugverwezen naar een P15. Magnussen. Gat is al 3 seconden. Wordt alles maar groter en groter in deze wedstrijd. Nog 19 rondes te gaan in de race. Ronde nummer 5 is het als daar Albon ons heeft aangetikt op onze achterkant. Alexander Albon moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. En hij zakt heel ver terug. Ook Hulkenberg is naar binnen geweest volgens mij. En rijdt helemaal achteraan. Nog steeds een P14 voor ons. Op het circuit. Nog geen tijdstraf heeft gekregen gelukkig. En nu duikt Albon dus naar binnen volgens mij. Of rijdt hij een ronde langer door? Albon rijdt gewoon door met die kapotte voorvleugel. Kan er hier niet voorbij in de eerste bocht. Wat kan Albon hier dan? Zometeen op dit rechte stuk met DRS. Wij gooien alvast de overtakeknop aan. Albon heeft slipstream. En kan niet kijken.
Wij gaan daar een beetje wijd. Albon ziet dat en is er voorbij. Heel close tussen ons tweeën. Duwen Albon hier een klein beetje wijd. Wielspin ook op de exit. En zo betekent dat het gat naar Magnussen inmiddels opgelopen is tot 15 seconden. Ronde nummer 6 is het. Dit keer is Oscar Piastri die ons zometeen gaat aanvallen. Volgens mij zei in de vorige video in België, ja, zet je regels aan. Iemand zei dat. De regels staan gewoon aan. Alleen ze staan niet op strikt modus. Maar ze staan gewoon aan. Terwijl Piastri daar probeert aan te vallen aan de binnenkant. Wordt daar gewoon volledig die muur ingeduwd door ons. Het mag eigenlijk niet. We zijn agressief bezig. Soms ook iets te agressief. Dat geef ik ook gewoon toe. Maar goed, wat moet je dan? Zomaar voorbij laten gaan? Dat dacht ik dus niet. En zo doen we het dus ook niet. Dit keer nog steeds Piastri achter ons, rijdend op P15. Gaat naar Magnussen inmiddels ongeveer 20 seconden. Lewis Hamilton leidt nog steeds de wedstrijd. 10 tot 15 minuten kan er regen ontstaan. En Piastri kijkt daar even aan de binnenkant. En wij komen voor Alonso weer de baan op. We gaan er een beetje wijd. En Albon nog steeds... Piastri nog steeds achter ons. Geen idee waar Albon is trouwens. En krijgen daar een waarschuwing voor de tracklimits. Daar zat Piastri misschien aan te vallen. Beetje wielwengen tussen ons tweeën. Goed, geen probleem. Hout begint hier een beetje te kraken wegen de warmte. Lekker boeiend. 8,3 seconden is het gat naar Alonso. Wij gaan daar een beetje wijd. Dat ziet Piastri hier aan de buitenkant. Probeert hij aan te vallen. Lukt niet. Wordt daar gewoon helemaal afgesneden door ons. Nick de Vries is een plekje omhoog gegaan. P13 voor onze landgenoot. Wij gaan hier verdedigen. En hij kan er niet voorbij. Ook Gasly doet daar een avond bij Piastri. Auto voor ons dus op medium band. Zometeen volgt het DRS gedeelte. Wat kan Gasly? Want die heeft de Vries ingehaald voor P12. Hij is ook naar binnen gedoken voor nieuwe banden. Wij rijden dus nog eventjes door. Wat kan Gasly? Wij gaan niet te wijd. Dat ziet Gasly. En is hij voorbij? Maar wij komen terug. Zij aan zij hier richting de tunnel. Nee, niet zij aan zij. Want wij behouden die positie. En Norris is naar binnen gedoken. Voor de medium band volgens mij. Ook Stroll duikt naar binnen. Die komen allemaal voor ons weer de baan op volgens mij. Jazeker. Wij dus zitten op een P12 in ronde nummer 10. Ronde nummer 11 dit keer. Nog steeds Gasly achter ons rijdend, zoekend naar een aanval voor positie. Piastri moet nog een keer naar binnen volgens mij. Wij dus ook. We duiken in ronde nummer 12 volgens mij naar binnen naar de zachte band. Wat kan Gasly hier? Niet zoveel, we gaan er een beetje wijd. En dat ziet Gasly. Heeft hier het DRS. Zit aan te vallen. Zometeen aan de buitenkant. En de wielen haken in elkaar. Gasly heeft ons geraakt. Een flinke klapper is daar gebeurd. Wij hebben schade aan de sidebot. Rode vlag. Rode vlag wordt gezwaaid hier in Singapore. Na een gigantische crash met Pierre Gasly. Aan boord bij de Fransman. Ja, wielen haken in elkaar. En Gasly is helemaal uitgeschakeld. Heeft daar ook volgens mij iemand meegenomen. Dat is Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda uitgeschakeld door Gasly. Zij aan zij hier met Piastri. Gaat dat wel? Dat gaat wel goed. Maar dan is Tsunoda gewoon kansloos tegenover een stuiterende Gasly. En rode vlag is dus gezwaaid voor de front. Wij kunnen dus nu een gratis pitstop gaan maken. En gaan dus nu de race hierop uitrijden. Op de zachte band. Er is regen. Regen komt er aan in de grote prijs. We moeten dus even de strategie bevestigen. En dan gaan we ons
weer beginnen voor de herstart, terwijl de controller het in één keer begeeft. De herstart is onderweg en komen goed weg, heel goed weg. Alonso slecht weg, Magnussen is heel slecht weg. Die halen we ook al gelijk in. Perez hier al aan de binnenkant. Drie dik, dat lukt. En wij zijn door naar een P6. Een uitstekende start hier in Singapore. Zo moet een herstart eruit komen te zien. De camera is niet goed ingesteld. Geeft niks, doen we zo meteen wel goed. Kijk maar weer nu het juiste beeld. Daar wel een flink moment wielspin. En dat ziet Perez aan de buitenkant. Wat kan hij? Niet zoveel. Wij rijden op die zachte band. Regen valt ondertussen op het circuit. En Verstappen gaat wegrijden van ons. Die rijdt in de snellere auto. Perez en Sainz dus nu achter ons. En Perez kennen wij van Italië, de vorige wedstrijd. Herhaling, wat er is gebeurd met Perez, die kwam heel slecht weg. Gewoon geen tractie in die medium band. En zakt gewoon heel veel posities. Wij kijken hier aan de binnenkant, drie dik hier in bocht 1. Alles verliep goed. Had wel wat schoner gemogen. Maar goed, geen probleem. Wij dus naar een zesde positie in ronde nummer 13 van de race. Ronde nummer 14, als Perez het daar probeert aan die binnenkant, heeft ook DRS volgens mij en kijkt hij naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, wij duwen hem daar compleet wijd. Wel een flink moment overstuur. En nu is het wachten totdat de regen helemaal loskomt. Het zijn nu alleen maar lichte druppels op de baan. Als het ergerder wordt, moeten we naar de intermediates. Perez, zometeen hier, kan bij... Wat is het? De brug. Een aanval doen. Op dat rechterstuk met de DRS. Wij gaan hier alvast verdedigen. Kijk naar de buitenkant. Lukt niet. En dit keer zit Sainz te kijken bij Perez. Voor P7. Ronde nummer 15 is het. Als wij nog steeds op die zachte band rijden. De baan is gewoon spek en spek, glad en nat. En Perez zit te kijken naar die binnenkant. Maar is er niet voorbij. Wij hebben die tractie van die zachte band. Gaan er een beetje wijd. En Perez is er dit keer echt voorbij. En wij moeten hem denk ik ook laten gaan. DRS is nog ingeschakeld door Race Director. Maar wij kunnen hier, tot onze verbazing, gewoon terugremmen bij de Mexicaan. P6 dus nog steeds in ronde nummer 16. Nog 5 rondes te gaan in de race. Verstappen en Hamilton en de rest van het veld. Russell zijn al helemaal weggereden. DRS is disabled. Gele vlag. Omdat daar iets is gebeurd. Nee, we kunnen weer doorrijden. DRS is offline gehaald door de FIA. De rest nog steeds dus achter ons. De baan is gewoon helemaal nat door de regen. Gaan daar een... Hadden daar een klein momentje overstuur. En we duiken naar binnen in ronde nummer 18. Met nog 3 rondes te gaan, gaan we naar de intermediates. De baan is gewoon te nat voor de zachte weerbanden. Droge weerbanden. Maar we hebben het daar geluk dat we daar geen voorvleugelschade hebben gereden. Alonso rijdt door volgens mij. Piastri rijdt ook door op die droge weerbanden. En Verschoor dus naar binnen. Prima pits op 2,4 en komen dus mooi voor Perez weer de baan op. Rijden op P9, dus gaan sowieso in de punten eindigen in deze race. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Verschoor dus ook naar binnen gedoken voor de intermediates. Top 10 dus voor ons. Nu is het doorrijden naar Guang Yuzhou. Laatste ronde loopt inmiddels als Verschoor is uitgevallen. De regen is hier helemaal naar beneden gevallen. Perez tikt onze achterkant daar volledig aan. Russell wint de grote prijs van Singapore. Perez hier op de exit. Lukt helaas niet. Kijkt hier zometeen aan de buitenkant. Dat lukt ook niet. Moeten het hier gewoon cool zien te houden. Vuurwerk barst los hier in Singapore en dan gaan we alweer belangrijke punten pakken.
in een grote prijs. Na de vorige wedstrijd in Italië, bij de vijfde, worden wij dus nu zesde in een krankzinnige, ook in een krankzinnige race. In Singapore worden wij gewoon zesde. Twee krankzinnige races op een rij, optimaal geprofiteerd van alweer dus een chaotische race. Jammer van Verschoor. En wij pakken hier weer 8 belangrijke punten voor het team. Goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. It's never easy to make it across the finish line here in Singapore, but they've done so with some style here today to take a remarkable victory. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? Quite simply, a driver is nothing without the team behind them. So, a deserved winner, but we do have to give a shout out to the team in the pit lane and back at the factory. Very much a collaborative process. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, hier werd dan dus de uitslag van de wedstrijd. George Russell wint dus de grote prijs van Singapore. Lewis Hamilton na P2. Verstappen op het podium. Ocon 4, Leclerc 5. Wij krijgen het draai of day. En voor de zesde, prima resultaat voor ons. Schoor dus P20, twee uitvallers, Tsunoda en Gasly. Elfde in het coureursklassement, 2 punten verschil met Gasly, dus misschien worden wij nog 10e aan het einde van het seizoen. En blijven gewoon 7e in het constructeurskampioenschap. Rest stelt weer teleur, eindigt ook weer achter ons. Dit keer op een P7. In de volgende wedstrijd werd hij helaas volgens mij 18e door een 5 seconde tijdstraf. Maar goed, geen probleem. Team McLean met mezelf en Verschoor. Het team is dus level 13. En wij doen het ook gewoon goed. Dus dat is prima om te zien. Van alle sponsoren dus inkomen gepakt. $272.000 erbij. Ik heb helaas niks binnengekregen. Verschoor, 10k erbij. Goed om te zien. In totaal hebben wij nu $215 miljoen op de bank. $215 miljoen. Ik zeg het goed. Daarvan kunnen wij nu gaan doorsparen totdat het contract met Verschoor helemaal afloopt. Of we kunnen naar een nieuwe rijder op zoek naar het einde van het seizoen. Maar eerst nog de resterende races met Verschoor afmaken. Er komt een update dus binnen van de betrouwbaarheid. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.